Het begint toch, geloof ik, met liefde voor hout. Als die stukken daar zo glanzend voor je staan, dan heb je moeite er met je vingers af te blijven. Je mag het niet aankomen. Je mag absoluut de stukken niet aanraken, want dat is bij schaken eenmaal zo. Geraakt, geschaakt. Als je er aankomt, dan telt het. En dan is het je set. Wat je de rest van de tijd doet, als je niet zet, dat heet dan denken. Nou is het opvallend dat dat moment dat je de zet uitvoert, dat je het stuk aanraakt, in die ene seconde treedt er een geheel nieuwe toestand in. Op dat moment zie je plotseling veel en veel meer dan alle tijd, half uur, uur soms, wat je voordien gedacht hebt. Dat fysieke contact maakt ineens iets los, waardoor je dingen ziet die je in al die tijd volledig over het hoofd gezien hebt. Daarom, wanneer iemand een blunder maakt, zoals dat heet, ziet hij het altijd zelf op hetzelfde ogenblik dat hij het stuk aanraakt. Ik heb dat ook wel meegemaakt, dat een speler Zuid-Amerika, die het niet zo erg nauw nam, dat die een stuk op die manier aanraakte en het op hetzelfde ogenblik als door de bliksem getroffen weer liet vallen, onmiddellijk om zich heen keek of iemand het gezien had en onverschillig wat begon te fluiten met een heel rood hoofd overigens. Ik had dat wel degelijk gezien, maar de wedstrijdleider die was weer geen velden of wegen te bekennen, dus bewijzen had ik niet. Die man bloost nog altijd als hij mij tegenkomt, want dat is het allerergste wat er voor een schaker is, een stuk aanraken en er niet mee zetten. Dat kan absoluut niet. Ik zag niet hoe dit hier. Ik geloof dat dit eindspel goed staat. Ja, zeker. Dat riep je nog eens. Ik heb het nog. Hoeveel lopen ze? Het is eindspel. Ik had het niet zo. Ja, maar dit kan helemaal niet, hè? Nee, deze. Ja, deze. Ik heb er nog even gekeken. Dat is een gek geval, ja. Maar nu deze. Schaken. Ik kan gewoon die doen. Nee, dit is onzin. Nee, je moet het wel zo doen. En dit zit er ook nooit in, hè? Ik kan in sommige gevallen hier slaan, maar... Dus je staat vreselijk sterk. Ja, het zit in sommige varianten zit het erin. Zo, deze. Hier kan je doen, hier kan je doen. Maar ja, het is niks, want je hebt een heel sterk paard. Ja, maar dan komt de turn even twee. Een stuk beter, ja. Nee, deze moet wel. Schaak. Die heb ik toch lang zitten te kijken. Ja, maar kijk, dames en heren. Nou, dames en heren, forceert er een beetje. Kijk eens, ik heb hier naar gekeken. Dit is verdomd moeilijk. Het is ik zit thuis nooit met een schaakbord voor me om daar zo wat vrijblijvend aan te zitten friemelen. Wij schakers hebben daarvoor een apart apparaatje, een klein boekje met magnetisch klevende soort damschijfjes, waar die dan nog wel van elkaar onderscheiden zijn en niet de uniformiteit vertonen die het dammen zo afschuwelijk maakt. Maar een echt schaakbord bijvoorbeeld zul je in mijn huis niet vinden. Dat hoort niet. Je behoort alleen in de werkelijke strijd met een echt schaakspel te spelen.
ben een variant aan het doornemen. Aan het, die ik aan het voorbereiden ben. En het is een tamelijk recente openingsvariant. En het is een deel van het voorbereidingsschema dat ik nu eigenlijk min of meer aan het opzetten ben. En nou ja, waar ik binnenkort met Andersson aan ga werken. Het is niet allemaal even systematisch zoals het gaat. Want kijk, ik krijg af en toe wat bulletins binnen. Zo van de laatste toernooien, die liggen hier enigszins verspreid over de tafel. Die kan ik er altijd bij pakken als ik zie dat ik iets nodig heb ervan. Voorlopig ben ik vooral toegespitst op de openingsvoorbereiding. En dat is een terrein dat makkelijker eigenlijk te behandelen valt. Ik bedoel, de problematiek is moeilijk genoeg, maar het is systematisch gezien is het makkelijker om een voorbereidingsschema wat openingen betreft te doen dan bijvoorbeeld eindspelen. Daar begin ik veel later mee. Ik heb het ook hier een beetje eigenlijk bij de hand wat ik zo al ga doen voor de komende 10 dagen. Dit is bijvoorbeeld, ik heb het hier opgeschreven, een variant van het Siciliaans, de rauze variant. Zwart trokeert kort, dat is niet gebruikelijk in die variant. En er komt ook later een stuk over in voor wat geheel nieuw is. Maar ik zal er niet te veel over vertellen, want je weet nooit of er iemand meeluistert, eventueel van de Russen, ik noem maar iets. Tegenwoordig is alles mogelijk, hè? De Russen staan voor niks. Tot nu toe was het steeds zo dat ik er niet echt aan de slag kon, omdat ik het nooit helemaal systematisch aanpakte. En tijdens het toernooi eigenlijk een heleboel bijwerkte. Met natuurlijk behulp van de bulletins, van wat er gespeeld was in het toernooi. Dat is natuurlijk een methode die heel lang succes kan opleveren, maar op de lange duur is het beter om het gewoon alles thuis te doen, een soort huiswerk. Het is niet een woord dat veel gebruikt wordt onder schakers, want het klinkt veel schoolser dan de methodes in het professionele schaken eigenlijk zijn. Die zijn over het algemeen veel minder systematisch. Er zijn schakers die hebben een heel archief waar ze alles in plaatsen als ze dan zo'n bulletin krijgen. Lichten ze daar een paar partijen uit. En die komen dan ergens terecht bij andere voorbeelden met diezelfde variant. Je kan op die manier heel wat aanleggen, ja. En het is natuurlijk altijd de vraag of zoiets zo nuttig of vruchtdragend is. Want mijn methoden zijn veel minder systematisch. Ik schrijf bijna nooit iets op. Als er een moeilijk openingsprobleem is, dan wil ik het graag begrijpen. En dat is dan eigenlijk wat ik bestudeer. Proberen te begrijpen wat er aan de hand is. Dan soms is het niet eens een kwestie van concrete zetten die er gedaan moeten worden. Maar het is soms gewoon voornamelijk ideeën welke richting het spel op kan. En ja, dat is ook heel moeilijk op te schrijven. Ik denk altijd van, als ik het op zou schrijven, waarom zou ik het moeten opschrijven? Als ik het niet begrijp, dan heeft het ook geen zin om het op te schrijven. En als ik het begrijp, dan hoef ik het niet op te schrijven. Want als ik de stelling weer zie, als ik achter het bord zit tijdens het toernooi, dan moet ik die problemen kunnen oplossen. Een belangrijk aspect is ook dat wat je geanalyseerd hebt thuis, dat je tijdens de partij altijd een heel gezonde, kritische instelling daar tegenover moet hebben. En niet direct moet spelen. Dat je altijd de tijd ervoor moet nemen, alles nog even recapituleren, wat je bedacht hebt. Want het komt heel vaak voor dat je door de spanning, waarschijnlijk, die je achter het bord hebt en die je in de huiskamer absoluut niet hebt, ineens tot veel scherpere inzichten komt en in een tijdspanne van 5 minuten volkomen kan ontkrachten wat je in de huiskamer in vele uren allemaal bedacht hebt. Ineens komt er een heel helder inzicht. En dat is iets wat heel typerend is. Niet alleen dat ik het heb meegemaakt, maar ik weet het van een heleboel schakers. Zelfs er zijn grootmeesters die
heel ter dege zich voorbereiden thuis, maar die toch zo'n moment dan in de partij meemaken. En het komt voor bij minder goede schakers die inderdaad a tempo de opening spelen. En dat dan ook voorbereid hebben. En zonder meer in de verliesstelling terechtkomen. Zonder dat er eigenlijk, laten we zeggen, in een half uur tijd. Ze hebben daar helemaal niet over nagedacht. Dat zijn dingen die heel belangrijk zijn. Heb jij last van zonnige beïnvloeding? Nee, ik heb heel weinig last van. Ik heb bijvoorbeeld tegen Du Bojewits, daar heb ik duidelijk last. Hè? Die kijkt dan altijd zo opeens. Als je aan het denken bent, dat vind ik vreselijk. Dat vind ik niet zo erg. Nee, als iemand je aankijkt, je kan altijd terugkijken. Mm. Ja, dat heb ik ook een keertje gedaan, maar dan voelde ik mezelf toch zo belachelijk dat als hij dat zo doet, dat je dan ook als een halve gaar zo gaat kijken. Dat verlies je dan toch natuurlijk. Dus dat hangt natuurlijk van af of je het verliest. Soms juist niet. Ja, omdat je jezelf belachelijk vindt en heeft het heel normaal. Stel dat je een beetje bestraffend kijkt, omdat het zo belachelijk is. Ja, dat heb ik niet gedaan. Dat durfde ik waarschijnlijk niet zo goed, omdat ik slecht stond. Ja. Probeer jij wel eens wat in die trant met parapsychologische beïnvloeding? Het gaat mij wel eens door mijn hoofd, moet ik zeggen. Nou, ik denk dat je onbewust altijd wel iets van een psychologische invloed. Ja, een soort psychologisch overwicht willen manifesteren. Zoiets, ja. Ik heb wel eens gehad dat ik, toen ik tegen Karpov speelde, dat ik heel moeilijk stond op een gegeven moment. Ik zag dat het vreselijk moeilijk was als hij een bepaalde set zou doen. En toen ben ik de hele tijd geconcentreerd achter het bord blijven zitten, hopend dat hij het niet zou doen. En zonder iets te verraden. En dat lukte, hij speelde die goede set niet. Dat was trouwens wel de enige partij die later toch nog won. Ja. Maar het had op de een of andere manier toch gewerkt. Ik dacht echt dat het daardoor wel kwam. Dat je op een gegeven moment met een pokerface, Fischer beschrijft het ook, hè, op een gegeven moment, dat hij dacht, hij speelde tegen een Joegoslavische grootmeester. Hij dacht van, nu heb ik een uitstekende, zeer sterke set, die een verrassende klap. Maar toen keek hij zijn tegenstander nog eens aan en toen zei hij van, ik vond toch dat mijn tegenstander te rustig was. Ja. En toen bleek ook achteraf dat het een soort val was van zijn tegenstander, een tamelijk diepe val. Maar niet omdat hij het gezien had, maar omdat hij het gezicht van zijn tegenstander had bestudeerd, zag hij ervan af om erin te trappen. Van Fischer is bekend dat hij het ontzettend prettig vond om zijn tegenstander te zien lijden. Nou, Fischer is bekend. De ongelukkige heeft zich een keertje een uitlating laten ontvallen, hè, van op de televisie met, hoe heet die man, Dick Cavett. Van, I like to crush their ego, I like to see them scream. Ik zie ze graag als paling in een emmer rondkruipen. Nu zegt iedereen van slechte Fischer, gemene Fischer. Maar ik denk dat dat wel iets is wat in wat verhulde vorm bij iedereen wel een rol speelt. Tenminste bij mij wel. Ik herken het wel bij mezelf. En je wordt ook niet voor niks schaker. Het is niet om geld te verdienen. En abstracte schoonheid is er wel. Maar er zijn andere dingen die ook abstracte schoonheid hebben. Dus het heeft een zekere emotionele kant. En ik geloof wel dat een van de belangrijke dingen van die emotionele kant is inderdaad het zien lijden van de tegenstander. Het klinkt een beetje cru, maar het is maar een spelletje. Dus het is niet zo verschrikkelijk. Maar ik heb dat wel bij mezelf herkend. Dat ik zo tevreden door de toernooizaal stapte en mijn tegenstander echt zo zag van. En ik dacht van, nou, mooie partij. Die schreef ik op in mijn boekje. En ja, er zijn mensen die het slecht met het schaken voor hebben. Die dan vooral psychiaters en zo, die weten dan ook theoretisch te verklaren dat eigenlijk alles daarop teruggevoerd kan worden. Hè? Sado, masochistisch, anale vadermoord. En, je kent het waarschijnlijk wel. Schaken is dus eigenlijk niet goed voor je karakter. Misschien ga je schaken als je toch al een bedorven karakter hebt. Maar ik denk inderdaad dat het niet zo goed is voor je karakter. Nou ja, het is goed voor je karakter in de zin van dat je verder met niemand te maken hebt en geen
geen zoete broodjes en mooie praatjes hoeft te verkopen. Maar het, ja, bepaalde trekken die over het algemeen toch niet als de mooiste van de mens worden gezien, die worden er wel sterk door aangemoedigd, dat geloof ik wel. Is dat een gevoel wat jou ook bekend is? Het lijden van de tegenstander? Is dat waar je ontzaglijk van kunt genieten? Nee, ik kan er niet echt van genieten, maar nee, ik ben het wat dat betreft niet met Hans eens dat het echt noodzakelijk op de een of andere manier in je gebakken moet zitten. Dat geloof ik niet. Ik heb ook niet een stijl dat ik er echt op aanstuur om de tegenstander volledig pad te zetten. Of nou, niet helemaal pad dan, maar zodat hij toch nog net iets kan doen, maar niks nuttigs. En dat, bijvoorbeeld, ik heb hier een stelling op het bord van Andersson. En dat is wel zo iemand in ons gezelschap. Ja, inderdaad. En dat is een stelling uit het pas beëindigde toernooi in München tegen Robarts. Robarts is zwart en het is echt een stelling. Kijk, zwart kan absoluut niets doen. En hij gooide zich ook maar in het zwaard op dit moment. En hij deed nog een paar zetten en gaf het maar op. Andersson heeft heel vaak dit soort partijen. Dat zijn tegenstander echt vreselijk moet lijden om en eigenlijk niks meer kan doen. En nog een paar zetten wel, maar op een heel beperkt terrein. En het is altijd heel interessant. Die vraag wil ik hem namelijk stellen. Ulf, what are your emotional feelings when you have such a position and against Robarts? You see that he's really suffering, that he cannot do anything. He would like to resign immediately, but where are your feelings? It gives you a lot of fun anytime you see the position again. Sometimes, yes. Well, sometimes it's Well, it's a pity when the opponent resigns. It's a pity when he resigns. You'd like to see him suffer even more. Sometimes, yes. Yes. Well, but that's what the psychiatrists say. That well, chess. The chess players play chess because they want to have the illusion of omnipotence, to have all the power that you can do everything in the world, and the world can do nothing in return. And then it's a pity when it ends. En wat is het voor een gevoel als je zelf in zo'n stelling terechtkomt? Oh, dat heb ik wel gehad. Eén keertje heel duidelijk tegen Petrosian. Daar stond ik na 20 zet dat ik een pion die verloren zou gaan. En daar kon ik echt niets tegen doen. En nou ja, ik verzoende er me ermee dat ik over 5 zetten op zou moeten geven, omdat die pion pakte. Maar wat deed de schoft? Hij speelde G3, H3, H4, koning G2. Hij deed allemaal zetten om zijn stelling te versterken, wat helemaal niet nodig was en ook geen enkele waarde had. Alleen maar om mij nog meer tot machteloosheid te doemen. En dat is een partij die me lang is bijgebleven. Er zou een regel tot euthanasie moeten zijn. Ja. Ja, nou ja, goed, je kan opgeven. Maar dat kan wel, ja. Er wordt geen eind aan gemaakt, maar ja. Maar ja, Donner heeft jou ook wel eens een schoft genoemd ergens, hè? Ja, in het toernooiboek. Toen had ik een partij gewonnen en toen schreef hij iets van in zijn aantekeningen van hier kon wit uiteraard met dit en dat in 2 zetten winnen, maar hij doet het langzamer. De schoft wilde waarschijnlijk door langzame marteling aan zijn gerief komen, maar dat was niet waar. Ik had het gewoon niet gezien dat het vlugger kon. Anders had ik het ook niet. We moeten toch goede vrienden blijven, hè? Toen u in 35 wereldkampioen werd, was er iemand die voorspeld had? Nee, niemand. Helemaal niemand? Nee. Ze hadden wel voorspeld dat ik een hele grote nederlaag zou leiden, maar nee. Winnen zou ik in geen geval. Ik had ook helemaal geen bedoeling eigenlijk. Het was een wedstrijd om wat oefening te krijgen. En Aljeet en zelf hadden graag op ingaan. Het was, in ieder geval voor Nederland was het heel goed. Wat meer propaganda voor het schaakspel gemaakt werd.
Maar hoe is het dan mogelijk geweest dat u uitdager geworden bent van al je... In die tijd waren er nog geen regels, hè? Iedereen kon uitdagen. Maar je moest natuurlijk een achterban hebben die bereid was om het te financieren. En dat had je natuurlijk eerder als je wat succes had in toernooien. Ik had, geloof ik, in die tijd had ik de meeste successen. Ik was 2 keer juist direct achter Aljegin gekomen. Neem zoiets en Bobulbo waren niet zo hoog in die tijd, hoor, als ik. De mensen die dat financierden, deden die dat vrijwillig? Hoe ging dat? Waren de sponsors? Nee, dat ging met Rijksdaalders en tientjes bij elkaar. Zo. Ik heb zelf ook heel vaak gebedeld. Hè. Ik heb ook supplementatie al geschreven. Zegt iedereen moet een gulden betalen of een Rijksdaalder. En dat ging er allemaal in de pot. Die matches die in uw tijd werden gespeeld, die hadden niet zo'n roerig verloop als de matches nou, tegenwoordig. Nee, inderdaad. Nee, niet zo roerig. Maar de match met Aljegin waren ook wel kleine incidenten. Niet tussen mij en Aljegin, maar tussen Aljegin en het comité. Hè? Maar iets als spaarpsychologie, dat bestond in feite in uw tijd? Nee, dat bestond niet. In ieder geval, ook als het bestond, dan geloofde niemand eraan. Hè? Probeerde Aljegin nu wel strak aan te kijken? Nee. Als ze zeggen, hij was een beetje bijgelovig. Hij dacht, als ze katten, maar hij had 2 katten, hè, Siamese katten, aardige beesten overigens. Hij dacht, als die bord besnuffelen, dan is dat nog goed iets voor mij. Die waren tijdens de partij aanwezig? Ja, tijdens de partij, dan zat ze gewoon met 2 katten. Dan zou Fischer waarschijnlijk geen genoegen mee. Ik weet het niet, waarom niet? De katten deden tot helemaal geen katten kwaad. Is u door de schakers wel kwalijk genomen dat u liever leraar werd, professor? Nee, dat is het. Professional schaken. Dat is een verhaaltje hoor. Ik weet wel dat Donner iets dergelijks gezegd heeft. Maar Donner was destijds ook 6 of 7 jaar, dus ik kon het niet weten. Maar ik heb het nooit gehoord hoor. Dat iemand mij dat. Integendeel, ze vonden het prachtig. Want ze hadden geen last van mij verder. Maar u bent de enige wereldkampioen geweest, zou je kunnen zeggen, zonder de ambitie om wereldkampioen te worden? Dat kan wel, ja. Ja, dat kan wel, ja. Maar kunt u de ambitie om wereldkampioen te zijn goed begrijpen? Ja, waarom niet? Als je graag schaak speelt en je legt je op het schaken toe, dan is het natuurlijk geweldig als je dan de hoogste sport kan bereiken, zelf, ja. Is het een vorm van verslaving, schaken? Nee. Als u hier om u heen kijkt, dan nou, dat zie ik dat niet, de mensen... Hoor. Nee, verslaving. Het is wel zo natuurlijk dat je als je schaker bent, dat je eigenlijk wel graag speelt. Hè? Omdat het is iets ergens. Iemand die graag kaart, die speelt ook vaker niet bij. Want je bent altijd benieuwd wat voor kaarten zal ik in handen krijgen. Als schaker ben je nieuwsgierig. Hoe zal die partij zich ontwikkelen? Luggetjes vooral. Maar is het niet zonde van je tijd eigenlijk om met zo'n spelletje bezig te zijn? Dat hangt er helemaal vanaf natuurlijk, hoe u het schaken verder bekijkt. Het schaken is natuurlijk niet alleen maar een spelletje. Het is ook een soort relax voor mensen die de hele dag ander werk gedaan hebben. En men zegt ook dat het schaken het denkvermogen bevordert. In ieder geval beter systematisch denken en systematisch handelen door. Volgens Hans Rey is het bijzonder slecht voor je karakter. Dat kan wel, maar ik denk niet dat dat voor iedereen geldt. Tenminste, als ik zo de schaakspelers krijg, zijn ze niet beter en niet slechter dan andere mensen. Als je mensen in een schakenfé ziet zitten van de vroege morgen tot de late avond, dan kan er maar 1 conclusie zijn. Schaken is een vorm van verslaving. Zijn jullie het daarmee eens? Nou, wat mij betreft wel. Ik weet, je wordt ouder en wijzer, maar toen ik zo'n jaar of 16 was, toen deed ik behalve het verplichte naar school gaan echt niets anders dan schaken meteen naar huis. Kamertje opzoeken. Dus ik zag ook geen mensen. Menselijke contacten, dat bestond helemaal niet. Gelukkig dacht ik, want dat houdt me maar. Het is zeker verslavend.
Ik geloof, ik heb een citaat van, ik dacht H.G. Wells, maar ik weet niet zeker. En die zei ook zoiets van, als je een jong, talentvol iemand ziet met zeer grote gaven en je denkt dat diegene je nog wel eens last zal bezorgen van geef hem een schaakbord met de regels van het spel en je zal voortaan niks meer van hem te vrezen hebben. En zo was het ook. Ja, eigenlijk is schaken wat dat betreft nog erger dan harddrugs. Hè? Met harddrugs is het tenminste op je 30ste helemaal afgelopen. Met schaken moet je tot je 60ste. Nou, dan ga je ook nog heel aangepast mee te kunnen bestaan. Ja, inderdaad. Maar ik geloof het voornaamste aspect van de schaakverslaving is wel het beleven van de spanning. Wat je in de tijdnoodfase bijvoorbeeld hebt. Dat is toch iets wat me elke keer weer vreselijk boeit en wat me heel erg aanstaat. Ook al loopt het dus slecht af of het loopt goed af. Maar steeds dat moment van spanning weer beleven. Net zoals de misdadiger die steeds weer teruggaat naar de plek van misdaad, omdat hij het weer wil beleven. En dat is geloof ik heel sterk bij het schaken zo. Ja, maar ook dat is één vorm van verslaving natuurlijk. Het is wel een treurige verslaving. Nou ja, misschien zijn meer verslavingen niet zo goed. Maar het is wel treurig dat de spanning van de tijdnood. Meestal verlies je dan. Hè? Dus nou, je weet dat het ook heel... Wel, ja, maar goed, die echte tijdnoodmensen die verliezen toch een heleboel punten daardoor. En toch iedere keer doen ze het opnieuw. Ja, maar het is voornamelijk de laatste fase. We kunnen niet helemaal tijd doen, maar toch dat de spanningen opgevoerd worden. Dit is een partij tegen wereldkampioen Estrin aan het eerste bord van Rusland. En ik zal het even terugzetten. Zo staat het ogenblik. Mijn laatste set is toren H8 naar A8. Is dat hier? Ja, deze staan hier nog. En speelt hij nou blokken C5, zeg maar. Dan wou ik met toren A6 eerst die pion daar stoppen. En ik zal op den duur de kwaliteit moeten geven. Hier. Na bijvoorbeeld koning C6. En dan trachten om een voordelig toreindspel te krijgen. Ja. Maar hoe lang heeft u de bedenktijd om één set te doen? Hè? Nou, daar zijn er regels voor in correspondentie schaak. Dat is 30 dagen voor 10 zetten. Mm-hmm. Komt u wel in tijdnood? Nou, sporadisch. Sporadisch. Er zijn enkele partijen. En vooral wanneer je iets minder staat, dan moet je meer bedenktijd ervoor nemen. En nou, er zijn mensen die verloren staan, zeg maar, die zich gewoon door de tijd laten zakken. Nou, die geven geen antwoord meer. En die geven geen antwoord meer. Dat is enigszins onsportief, hè? Ja, vind ik ook, hoor. Maar hoe is de techniek van de correspondentiespelers? Is die goed? Ja, die techniek die moet vooral bij meesters en grootmeesters, die moet feitelijk feilloos zijn. Hè? En dat is het ook feitelijk wel. Wanneer je daar ergens een klein nadeeltje hebt, dan wordt het feilloos uitgebouwd. Een pion voor bijvoorbeeld, dat is feitelijk bijna altijd een gewonnen partij. Ja, maar dat is gewoon ook zo natuurlijk. Nou, dat is ook gewoon, kan nog wel eens een dubbeltje raar rollen. Ja, inderdaad. Je hebt in gewoon schaken altijd met de klok te maken. Hè? Ja, ik zou het niet kennen hoor, correspondentie spelen. Nooit de partij gespeeld? Nooit uitgespeeld. Nooit uitgespeeld. Wel eens begonnen. Oh ja. Maar na een tijdje, ja, ik ben toch niet zo sterk in post opsturen. Dus is volkomen verzand. U speelt helemaal niet meer aan het bord? Nee. Bordschaken, dat heb ik sinds 1960 heb ik dat niet meer gedaan. Mm-hmm. En met correspondentieschaken is het zo dat ten eerste is het een prachtige ontspanning. Maar ten tweede is het zo dat meesters en grootmeesters die ouder worden en die ook die dat toernooischaak niet meer kunnen doen, dat die hun heil zoeken in correspondentie schaken. Mm. En dan prachtig door kunnen schaken. Omdat ze thuis doen, ze hebben alle tijd. O'Kelly is ook wel eens wereldkampioen geweest. Ja, O'Kelly is ook wereldkampioen geweest. Ragosin ook? Ragosin niet. Want die staan in zo'n soort boekjes, hè? Heeft u er meer van, nog? Ja, daar, ik heb er 4 van. En er kunnen 8 partijen kunnen in zo'n boekje. Ja?
Hier heb ik twee boekjes van het grootmeester toernooi uit Finland. Dat zijn 16 partijen. Dit zijn allemaal de partijen die nog bezig zijn? Ja, deze zijn allemaal bezig. Oh, ja. En hier heb ik nog een boekje om het kampioenschap van Europa. Van landenteams. Dus hoeveel zijn er nu bij elkaar op dit moment? Nou, op het ogenblik speel ik 27 correspondentiepartijen. 27. God, dat ziet er schitterend uit. Nou, die krijgt er ook een krijgt ook zwaarte verduren. U staat overal goed, heb ik de indruk hier in de Olympiade. Ja, in de Olympiade, daar sta ik, in de resterende partijen sta ik overal of materieel voor. Of positioneel. Behalve dan die ene tegen Weiner, hè, daar sta ik wat minder. Waar is? Deze, ja. Die? Oh, ja. Die Franse partij. Maar over Estrin, ik heb wel eens gehoord dat wereldkampioenschap, dat daar iets mis was in een van zijn partijen. Ja, daar is iets geweest met een collega Rus. En die werd ziek en toen gaf hij de partij op of zo, alleen omdat hij ziek was. In een betere stelling, hè? In een betere stelling, ja. Dat is voorkomen waar. En toen gaf hij zo plomp verloren de partij op. En toen werd inderdaad Estrin werd een wereldkampioen. Ja. Ja, dat is toch eigenlijk schandelijk. Moet er niet iets tegen gedaan worden? Nou, wat wil je er tegen doen? Dat heb je met bordschaak ook. Ik wil niet zeggen dat het een afsluiting is, maar hoeveel partijen worden er niet voor de 20e zet remise gegeven? Nou ja, dat is dan nog wat anders dan opgeven. Ja, maar dat is ook een halve punt, hè? Voor mensen die er belang bij hebben. Ja, zo dacht ik gisteren ook, toen Langeweg opeens in 11 zetten opgaf. Heeft u dat gezien? Nee, nee. Tegen nee. Donner met wit in 11 zetten opgegeven. Maar hoe ging dat? Weet je dat je hoofd? Ja, ik denk het wel. Ongeveer? Esther, maar even in de kast. Was je blij toen je in 12 zetten van Langeweg won? Nou, het zal wel het bewijs van een slecht karakter zijn, maar dan moet ik toch hardgrondig ja zeggen. Het is het volstrekt onverdiend winnen is en blijft het mooiste wat er is voor een schaak. Ik heb zelfs wel eens gehad dat mijn tegenstander de tijd overschreed 1 zet voordat hij me mat kon geven. En ja, zelf voel je je dan toch de lieveling der goden, terwijl zo'n man, nou ja, die zie je de rest van het toernooi alleen nog maar in de baar, in deerniswekkende toestand dan. En wat gebeurt er als je zelf heel snel verliest? Nou, dat is een van de moeilijkste dingen onder woorden te brengen. Om te kotsen is misschien de meest adequate eigenlijk. Is het voor een schaker moeilijk om ouder te worden? Niet moeilijker dan voor andere sportsmensen, dat is wel zeker. Want een van de aardige dingen van schaken is dat je het inderdaad een hele leven lang kunt doen. Ik heb Mises nog meegemaakt toen hij op 87-jarige leeftijd nog in Den Haag behoorlijk meespeelde. Wel sloeg hij dan af en toe per ongeluk zijn eigen paard, maar als je hem daarop attent maakte, dan zag hij dat toch nog in. Het ouder worden is voor een schaker niet zo erg. Het zijn toch wel aanstellers, schakers, vind je niet? Nou, aanstellers. Het is natuurlijk het spel wat als kenmerk heeft dat wanneer je verliest of wanneer je je niet helemaal happy voelt, dan kan je daar absoluut niemand de schuld van geven. Dus ga je dan zoeken naar alle mogelijke oorzaken en manieren om daar iets aan te doen. En dat kan inderdaad de meest bespottelijke vormen aannemen. Ik heb meegemaakt dat iemand als Rosolimo, die nu ook overleden is, maar dat die 25 liter water per partij dronk. Omdat iemand hem gezegd had dat dat goed was voor de hersens. En vlak na de oorlog herinner ik me, toen had je de kopfmassagebroesten. Dat was een uitvinding van een Oostenrijker. En die zei, als je nou een half uur voor de partij goed met die borstel over je hoofd ging, dan stroomde het bloed daar naartoe en dat was ook heel goed. Maar dat is allemaal vrij lachwekkend. Maar het is natuurlijk een feit dat er zijn absoluut 2 doodsvijanden voor een schaker. Dat is de verkoudheid en de ergernis.
En wanneer je ook maar iets merkt van het publiek, ik bedoel dames op hoge hakken bijvoorbeeld, die een beetje een rikketikkend geluid maken, of kinderen, dat is misschien nog het allerverschrikkelijkste, die gaan zitten huilen, dat kan inderdaad, heeft dan een geweldig negatief effect. En dat ze nou tegenwoordig zo'n Kotschnoi erg over parapsychologie bezig is. Nou, ik geloof daar niet zo erg in. Maar ik geloof wel in het hinderlijk effect van iemand die je uur in, uur uit zo gaat zitten aankijken vanaf de publieke tribune. En dat had ook absoluut verboden moeten worden. En daar, het is eigenlijk dat hij veel te beschaafd is opgetreden, dat die man niet onmiddellijk de zaal uit verwijderd is. En aanstellerij kan je dat toch niet helemaal noemen. Dat zijn de moeilijke manieren die voor mensen in volstrekte eenzaamheid nu eenmaal aannemen. Kan Lichtering zich hier niet verder verdedigen. Hij kan ook de manoeuvre paard F4 niet verhinderen. Dus dit is een hele logische riposte. Natuurlijk meteen op het zwakke veld F5 spelen. Timmer moet hier kiezen. Ook dit veld kan hij niet verder verdedigen. Nou, dat heeft hij allemaal voorzien op het moment dat hij hierop inging. En vandaar, hè, we begrijpen nu waar een grootmeester dan zo lang over denkt. Dat is een zaak zo moeilijk te taxeren vaak uit alle verwikkelingen die uit zo'n opmars G6, G5 voortvloeien, dat natuurlijk veel tijd kost. Timman heeft tenslotte gekozen voor deze manoeuvre, paard F4. Dat verdwijnt een paard, want het is er waarschijnlijk achter, maar ik heb er nog één in mijn zak. Dus, van schaakblindheid door een blunder. Is dat juist? Nou, ik weet niet, je kan het niet echt een blunder noemen. Ik had er gewoon niet zo voorzien. Maar iets heel ernstiger. Ja, het was heel ernstig. Stuk. Het was meteen verloren. Ja, in een goede positie? Ja, het was waarschijnlijk in een heel goede positie, maar het was een rekenfout. Maar hoe
hoe gaat dat? Hoe maak je een rekenfout? Gewoon iets voorkomen overzien. Maar komt dat omdat je niet goed rekent? Of, vandaag in ieder geval niet. Ik weet het niet. Maar het was wel interessant, want ik had twee rekenfouten waren het eigenlijk. En beide hingen ermee samen dat er een paard naar F6 kwam met schaak. En dus het was eigenlijk hetzelfde principe dat ik twee keer dubbel overzag. Dat in twee varianten van belang was. En toen was het meteen uit? Toen was het meteen uit, ja. Dat is niets meer aan te doen. En dat is... Maar het was heel jammer, want het was net het moment dat de partij echt interessant begon te worden. En dat is een tamelijk afgrondelijk gevoel natuurlijk, om het te verliezen. Want je hebt nu ook het kampioenschap natuurlijk weggegooid. Ja, inderdaad, ja. Nou ja, goed, ik heb wel wat ergere dingen weggegooid. Wat dan? Nou, ja, een belangrijkere toernooi. Ah. Maar dit vind je... Ik wil het vergeten, is het belangrijker dan voor mij natuurlijk, het kampioenschap. Ja, is dat zo? Heb jij een gevoel dat je nu dat het eigenlijk iets heel gewoons is dat je gewonnen hebt? Of heb je het gevoel dat je gelukje hebt gehad? Ja, ik heb natuurlijk wel een geluk. Ik had niet dat idee toen en Jan het ook had. Ik heb nog echt geluk gehad. Nee, want dat blijkt nog niet door dat ik echt zo beroerd stond. Nou, misschien valt het aan. Maar stond je zo beroerd dan? Nou, nee, dat idee had ik helemaal niet. Ik dacht dat ik een moeilijke strijd en er kon van alles gebeuren. Ik beoordeelde niet zozeer op beter of slechter. Het was gewoon een zeer scherpe stelling waarin ook die nog helemaal duidelijk was. Maar ja, goed. Maar jullie hebben nu bij de analyse gevonden dat het waarschijnlijk niet goed stond. Ja, dat was waarschijnlijk goed stond op dat moment, ja. Klopt. Je wordt nu kampioen van Nederland. Is dat een... dat kan haast niet anders. Dus kansje. Is dat een reden om professional te worden? Dus, lijkt je dat een beroep wat leuk is om te doen? Het is al een aardig beroep. Het is heel wat beter dan sommige andere beroepen, ja. Maar is het niet pas interessant om professional te worden als je grootmeester bent? Eigenlijk wel. Het is natuurlijk het is een beetje behelpen zoals wij professional zijn. Het is natuurlijk een beetje een studie schrijven voor de krant voor 50 gulden... en een berichtje maken voor de radio voor 15 gulden. Ja. Dus het is heel treurig, zeg. Dat is af en toe wel een beetje treurig, ja. Nou ja, als ik hier kampioen word, dan win ik een hoop geld. Maar ja, dat is ook zo weer op. Dus het is, het is natuurlijk veel beter als je regelmatig uitnodigingen krijgt. De manier waarop Jan professional is, is natuurlijk veel leuker. Ja. Maar zit dat erin voor jou, denk je? Ik weet het niet. Dit toernooi heeft me natuurlijk niet tegengezeten. Mm-hmm. Het is natuurlijk ik zeg best dat het een uitschieter is naar boven. En, kijk, als je zo'n resultaat haalt, dan moet gewoon alles een keer goed gaan. Je moet er gewoon een keer de slechte stellingen niet verliezen. En je tegenstander moet wat meer fouten maken dan gebruikelijk. Heb je ooit het gevoel gehad dat het beroep van schaken iets treurigs had? Ja, treurig weet ik niet. Dat is niet het juiste woord. Kijk, jij moet dat ook niet overdrijven natuurlijk, dat het treurig is. Kijk, het is natuurlijk altijd nog beter als, ik noem maar iets, ijskoos verkopen of zoiets. Dat is natuurlijk... Het lijkt me juist op het moment dat je verliest, dat het iets vreselijks is. Ja, dat is inderdaad niet prettig. Maar ja, goed, het hoort er ook bij. Kijk, het is meestal één set en dan is het afgelopen. Maar je hebt niet het gevoel dat wat dan over je zou kunnen komen, dat het allemaal maar een spelletje is? Nee, dat niet. Maar zolang ik niet echt op een gedecideerde wijze verlies, of overtuigende wijze, maar alleen maar door ernstige rekenfouten of blunders, dan vind ik het niet zo erg. Dus ik kan het dan beter voor mezelf verantwoorden. Het is geen aanslag op je persoonlijkheid. Nee, dat niet. Maar het zou moeilijk worden als... Als ik merkte dat mijn strategie niet had geklopt. En dat ik achteraf ook bijvoorbeeld met grote moeite pas zou kunnen vinden waarom hij niet had geklopt. Oké. Okay. Even kijken, is dat misschien het kanaal? F3 is not so good. Oh, then it's bad. Then maybe bishop f6 is coming up. And knight f4, yes. A moment, yes. No, knight f4 is always coming. Actually, the knight should be on e5. Yes. Yes, that's what I thought. Always. Still, that's... I think I would have played knight h4 without thinking. Yes. Because that move is no good at my position, is not. Yes. There is no other move here in this moment. Instead of this? Yes. Well, I don't know when I have to play g4. This is some other move, maybe.
van Lady Voorhands Clear. And Lady 5 is a pity to do the exchange.